als ik er met mensen over praat, dan snappen ze het en vinden ze het ook leuk. Maar als je gewoon e-mail stuurt of iets dergelijks, dan komt het helemaal niet over. En het idee is, als je bijvoorbeeld een feestje viert, dan zeg je vanavond feest, zeg je dan. En dan weet iedereen wat er aan de hand is. En dan kan hij bedenken of hij gaat komen, ja of nee. Maar als je zegt, Koningsdag deelspeeltuin, ja, gewoon geen beeld, weet je wel. Je moet mensen echt uitleggen van ja, kinderen komen, speelgoed meenemen, gewoon spelen in plaats van lopen verkopen. En het eind nemen mee wat je leuk vindt. En Adeltje heeft de weggeefwinkel gehad in de reguliere Dwarsstraat. Ik deed bij mijn bovenpand, dacht ik van oké, dit gaan we doen. Hoe gaan we dit doen? Oh jee, dacht ik. Ik moet al regels maken over wat er gebeuren gaat als je zo meteen gaat delen. Dus van nou ja, Adeltje heeft ervaring mee, dus ik heb hem even opgebeld, ben langs gegaan. En zijn opmerking was eigenlijk heel briljant. Hij zei van ja, maar als je nou een normaal gesprek hebt met mensen, gaan ze zich ook normaal gedragen. Jeroen van Belen, al een jaar of 15 geleden denk ik ontmoet. In het kader van ja, onderzoek naar nieuwe economieën. Hij is eigenlijk een echte IT'er, maar wel IT'er met hart voor de goede zaak. En voor het doorstromen van de energie. En hij zit voor mij op het gebied van lucht, van de transparantie en communicatie. En zijn idee met het deelspeelplein is om af te stappen van het eeuwige concept van ruilen. Van voor wat hoort wat. En dat te vervangen voor ik deel wat ik overvloedig heb en ik neem alleen wat ik nodig heb. Ja, ik heb ook een simulatie gemaakt van de deeleconomie. En wat ik merk is dat hoe jonger de spelers zijn, hoe beter ze het begrijpen. Dat is wel heel interessant. Dus ik verwacht ook zeg maar dat als we zometeen die deelspeeltuin gaan hebben op de Koningsdag, dat je gewoon aan die kinderen zegt van joh, zet je speelgoed neer, gaan we ze alle spelen, aan het eind neem je mee wat je leuk vond. Dat ze dat ja, vrijwel onmiddellijk begrijpen. En ze gaan gewoon met elkaar spelen. En ik verwacht dat het eigenlijk ja, voor die kinderen bijna natuurlijk is om het zo te doen.